Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe video. Zoals je ziet zit ik in de auto en dat betekent dat ik op pad ben. Ik ben namelijk bij de kringloop in Alphen aan de Rijn, Stichting Kringloop Alphen heet die volgens mij uit mijn hoofd. Ik dacht ik ga weer eens ouderwets kringlopen en ik neem jullie gezellig mee. Ik heb geen idee of het een lange video is of een korte video of ik iets vind, maar ik vind het altijd super leuk om te kijken, ook als iemand niks vindt. Dus ik hoop jullie ook. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je van kringloopvideo's houdt en hieronder te abonneren om geen video meer te missen over kringlopen, vlogs, lifestyle, beauty, ASMR, van alles. Dus ja, dat was wel even mijn intro. Let's go! Kijk, dus ook altijd bij de maat 44 of grote maten. En soms zit daar dus ook echt iets leuks tussen. Dus altijd een aanrader om gewoon overal te kijken. En je niet te laten beperken, want deze jas is bijvoorbeeld ook echt super grote maat. Maar ik kan hem altijd gewoon aanpassen om te kijken of die past. Dus niet altijd op de maat afgaan. Het is een super mooie lange jurk van de Vera Moda. Maar niet mijn stijl, maar wel echt heel mooi. En dit bijvoorbeeld is ook gewoon echt heel gaaf. Als dit je stijl is. Of deze van de Mango. Deze jurk is ook echt prachtig. Echt heel mooi. Super leuk topje. Ook echt mouwen die gewoon echt in de mode zijn. Ik ben niet zo van een tijgerprint, maar deze is ook gewoon echt super leuk. Spijkerbroeken zijn altijd zo lastig in de kringloop, vind ik. Ik kijk er altijd, maar ik slaag nooit. Echt een beetje jammer, maar goed. Als je tips hebt, let me know, want ik zou wel heel graag spijkerbroeken willen kopen. Dit is kledingstuk nummer 1. En ik vind hem echt super leuk. Ik moet er wel echt even een hemdje onder, want het is heel erg in kijk. Maar die mouwtjes zo zijn echt natuurlijk helemaal in. En ik vind hem echt super leuk, gewoon voor op de herfstdagen ook cropped. Ik draag altijd hoge broeken, dus dat komt goed uit. Kijk hoe duur die is. €3,30. Nou, dat vind ik echt geen geld voor zo'n mooie top. Hij ziet er ook nog echt super, super goed uit. En hij zit echt heel erg lekker. Dus gelijk nummer 1 geslaagd. Tweede item. Ik weet het niet zo goed eigenlijk, want op zich vind ik hem wel heel cute. Dus oorspronkelijk van de Bershka. Maar hij valt een beetje als een zak. Alsof hij echt van de Primark is of zo. Snap je wat ik bedoel qua kwaliteit? En hij is €2,80. Ik ga hem nog even in mijn broek doen. Ik vind hem zo wel iets leuker, maar het is het gewoon net niet. Helaas. Dit is het derde item. Echt veel te warm voor nu in de zomer. Maar ik vind hem echt heel mooi. Hij is van Jacqueline de Jong. Het is een onderdeel van de Only in Vera Moda en zo. Het is ook echt goede kwaliteit. Hij is €3,30. Echt geen geld, al vraag je het mij. Dus deze neem ik ook zeker mee. En dit is ook echt helemaal mijn kleur, zeg maar. Dus ja, echt heel blij mee. Ik heb gelijk eigenlijk al een lookje zo. Dus deze gaat ook mee. Oké, let niet op mijn broek daaronder. Maar dit is het volgende. En deze is ook van Jacqueline de Jong. En hij schijnt wel door. Dus ik moet wel eventjes een huidskleurig ondergoed eronder doen. Maar ik vind deze ook zo ontzettend mooi. Het is echt prachtig. En ook echt een mooie lange lengte. En dan doe ik dit gewoon zo open dat hij wel een beetje zwiert, zeg maar. Ja, echt heel erg mooi vind ik deze.
En deze is 5 euro. En dan deze jas. Nou, hij is echt 20 maten te groot. Maar ik dacht, als het meevalt, dan is het dus wel echt super vet. En van de achterkant denk ik ook van, wow, cool. Maar van de voorkant is gewoon zoveel stof. Dat is gewoon too much voor mijn lichaam. Dus nee, dit wordt hem niet. Maar als je interesse hebt, hij is 10 euro en 80 cent. De kleding in Alphen moet je altijd een beetje treffen. De ene keer heb je echt super veel leuke dingen en de andere keer niet. Nu was er toevallig een meisje kleding aan het sorteren. Dus bijna alles wat ik nu heb, heeft zij net gesorteerd eigenlijk. Dus vandaar dat ik echt super leuke dingen had. Maar als zij dat niet aan het doen was, dan was eigenlijk al het leuks wel al weg. Maar goed, voor nu ben ik dus echt vet goed geslaagd en ga ik even kijken bij de rest of er wat leuks is. Ik ben dus niet echt op zoek naar kasten of zo voor in mijn kamer, want ik heb gewoon alleen een slaapkamer. Maar daardoor kijk ik er ook nooit echt. Dus dat, ja, dus ik zal even wat sfeerbeelden maken dat je een beetje een impressie hebt. Dit is echt heel cute voor stekjes. Echt heel leuk. Deze zijn ook echt heel erg leuk. 1,70 per stuk. Als je ze nog zoekt, echt heel leuk zijn ze. Of deze blauwe vaas. Die is ook echt heel mooi. Of deze zwarte. 2 euro per stuk. Cool. Dit is bijvoorbeeld ook echt een mooie krantenhouder voor 6,50. Echt best wel heel erg leuk eigenlijk als je van die stijl houdt. Spiegels zijn ook altijd zo leuk om te kijken. Dit is echt heel cool. 17,50. Of deze grote witte. Ze hebben hier in ieder geval een hele hoop om te kijken. Het is de volgende dag en ik zou jullie nog even laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb dus 4 glazen gekocht. En die zitten nu in de vaatwasser. En helaas is er al eentje gesneuveld. Ja, zo onhandig als dat ik ben, ging die gelijk kapot. Dus ik heb er nog maar 3 over. Oeps. En verder zag ik wel echt leuke dingen. Maar zoals jullie weten, ja, heb ik alleen mijn slaapkamer. En echt accessoires voor in huis kopen, voor mijn uitzet, vind ik lastig. Want je weet nooit wat je uiteindelijk in huis kan zetten. Of wat je sterrel wordt. Dus ik zag wel leuke dingen, maar die heb ik gewoon laten staan. Uiteindelijk heb ik wel 3 kledingstukken gekocht. En die ga ik jullie even laten zien. Jullie hebben ze natuurlijk ook al in het pashokje gezien. Maar ik heb deze kooltrui gekocht. Een beetje dezelfde kleur als die of wat ik nu aan heb. En deze is van Jacqueline de Jong. En die was uit mijn hoofd 3 euro. Maar echt een super mooie trui is dit. Super mooie basic. Waar ik heel blij mee ben. En dan heb ik ook dit topje van de Stradivarius. En die heeft echt hele mooie mouwtjes. En die is echt een hele goede kwaliteit nog. Ziet er gewoon super netjes uit. En volgens mij was deze 2,80 euro. En dan had ik ook nog deze jurk meegenomen. Ook deze vond ik echt super mooi. Ik moet wel even goed kijken, want hij schijnt wel een klein beetje door. Hoe het eruit ziet als ik gewoon zo'n bikershort eronder doe en een hemdje. En deze was volgens mij 5 euro. Dus al met al vond ik het dit keer in deze kringloop echt super leuk. Je moet het wel echt treffen met wat er staat. Maar ja, dat is in elke kringloop zo. Dat vind ik hier vooral met kleding. De ene keer hebben ze echt super veel leuke dingen. En de andere keer valt het een beetje tegen. Maar het blijft echt een hele leuke en mooie kringloop om naartoe te gaan. Ze hebben best wel een grote kledingafdeling voor het oppervlak dat ze hebben, zeg maar. Dus ja, dat is zeker een aanrader. Ik heb wel meer video's gemaakt waarin ik naar deze kringloop ging, maar ook naar andere kringlopen. Dus ik zal even de playlist hierboven linken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat zeker achter wat jouw favoriete item is. En dan hoop ik je in de volgende video, ja, weer te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende video.
Doei doei!